sound so clear. Only echoes passing through the night. Miljoenen mensen lopen rond met een martelwerktuig om hun nek. Ik ken zelfs mensen die dat martelwerktuig hip hebben laten tatoeëren op hun pols of op hun enkel. Een kruisje. En dat kruis symboliseert de gruwelijke dood van Jezus. Kruisiging was de ergste doodstraf die je in die tijd kon krijgen. Soldaten scheuren de kleren van je lijf en ronselen je volledig af met zwepen. En daaraan zitten haakjes die je vlees kapot scheuren. En bij Jezus drukken ze ook nog een puntige kroon in zijn hoofd. En dan begint het pas. Je moet zelf de loodzware dwarsbalk van het kruis meeslepen naar de executieplaats. En daar slaan ze lange spijkers door je polsen en enkels, dwars door alles heen, vast aan de balken. En hij hijst je omhoog. En door je eigen gewicht zak je naar voren. En je longen sluiten zich af. Om adem te kunnen halen moet je jezelf omhoog trekken, aan die spijkers. En als dat niet meer lukt, stik je. Waarom laat God dit toe? Waarom besluit Hij zo te sterven? Omdat Hij ons niet wil laten stikken. Nooit. En er is veel ellende. De dingen kloppen niet. God is als het ware weggeduwd uit het leven. Maar wat God nu doet, is zich niet laten wegduwen, maar terugkomen. Dat is Jezus. God die ondanks alles wel bij mensen wil zijn. En op elke plek waar Hij niet was, komt Hij nu wel. En straalt Hij. Zelfs in de dood. Hij ging er naartoe. En dan is Hij overal geweest. Sinds dat moment is er geen plek meer waar Hij niet is. En dat betekent dat wij nooit meer alleen zijn. Ik raakte laatst in gesprek met mijn vader van twee geadopteerde jongetjes. Twee weesjes die slachtoffer geworden waren van een gruwelijke oorlog. Met zo'n zieke leider, zo eentje als die we laatst ook overal zagen op internet, in dat filmpje over Jozef Kony. En hun hele korte leventje was dood en vernietiging. En daar was geen verandering in gekomen als deze man ze niet was komen halen. Maar dat deed hij wel. Hij ging naar hun donkere bestaan toe. Haalde ze weg uit de ellende en nam ze mee naar een nieuwe wereld. En nu hebben ze weer een toekomst. Ze mogen weer kind zijn. En de littekens raken ze natuurlijk nooit kwijt. Maar er komen geen nieuwe wonden meer bij. En ze zijn veilig. God is als die vader. Hij keerde zich niet af van vernietiging. Maar hij ging er naartoe. Vrijwillig. En hij daalde af naar de diepste duisternis. Naar de plaats waar nog nooit enig licht had geschenen. God zelf onderging elke vorm van vernietiging. En hij won. Hij ging er niet aan onderdoor. Het kreeg hem niet klein. En sindsdien is er dus altijd hoop. De dood is niet langer onoverwinnelijk. Vernietiging heeft niet meer het laatste woord. Overal kan licht schijnen. Ook in jouw leven. Hoe donker het ook lijkt. Hoeveel er al kapot is. Door kleineren, depressie, pesten, misbruik, scheiding. Het heeft niet het laatste woord. God is altijd groter. Liefde wint uiteindelijk altijd. Dat martelwerktuig dus, dat al die mensen dragen, dat kruis. Dat is geen symbool voor de verschrikkelijke dood die Jezus stierf. Het staat niet voor dood en vernietiging. Maar voor overwinning. Het betekent dat God altijd bij je is. En zich nergens laat wegjagen. Wat voor kruis je ook draagt, je hoeft er niet aan onderdoor te gaan. Gods licht schijnt overal.